Ja. Dus, mag ik wel eens vertellen waar je de afgelopen dagen al mee bezig bent geweest? Ik heb die bij de winkel, dat is een KTM motor, maar dat is een motor ik heb gekocht. Een race motor. Moet dit koppelen als motor? Ik zou hem kunnen koppelen als motor. Oké, ik ben bij AB met meneer die het geld op zak had. Milan, moet ik motor halen? Een normale motor. Nee, ik sta de twee richting AB om motor te halen. Twee burgerauto's. Kijk, 61, ik denk dat, dat u me denk ik wel gelijk kan veroordelen. Ik heb hier net in het medewerker van de bank gesproken en dit is gestolen geld. Barry, kan je dan naar mij toe komen? Ik sta nu... What the fuck? Tenminste, we lopen zo naar de cellen compleet. Hey! Dus ik ben daar al. Okay. Meteen die wapenkoppels van hem af. Fuck. Volg me. Hey, ik vlieg die hele auto door het zwaal. Heel mijn riem is los. De 34 is staat 2 richting in de koffer. De locatie van mij. Nee, we gaan naar die andere. Volg me dan maar gewoon. Vanaf de knie zitten. Voor heel Corvate. What the fuck? Even een bericht van de noodhulp. De locatie waar wij zijn, er is niks mis mee, alles gebloed hier. Voordat je zorgt. Is yours. Wat zeg jij? Goed. Ach, wat is dit? Even gedeeld. Of ik maak ze boeien van dat. Voordat we beginnen ook even support wel afpakken. Ik zag dat hij nog in de portal zat. Is goed. What the fuck? Waar de fuck zijn wij? Even op de knie zitten. Ja, wacht. Wacht. Nog even blijven, even rustig staan. Ja, nee, ik moet even... Kun je buiten de gaten houden, nog? Wat wil je hier dan? The fuck is dit? Hé, hey, dat is mijn jasje, die heb ik ook altijd aan. Yes. Meneer Walnut. Ja. Yes. Je mag ons even vertellen waar je de afgelopen dagen al mee bezig bent geweest. Weet ik veel. Met politiezaken? Met politiezaken. Volgens mij weet je heel goed waar je mee bezig bent geweest. Ik ben namelijk met alles bezig geweest behalve politiezaken. Dus je hebt nou de kans om je mond open te trekken. En het voor jezelf een gunstig te maken. Ik zweer het je. Ja. Ik heb gisteren motortraining gehad. Vraag maar aan Tim, die was daarbij. Gisteren heb ik een uur motortraining gehad. Ik ben daarna nog 2 uur in dienst geweest. Toen was die grote bankoverval. En die dag daarvoor, toen moest ik in mijn hoofd werken. Ik maak geen grapje, ik zweer het, echt, ik zweer het. En die dag daarvoor... Hoe moet je met Sonic? Met Sonic? Ik heb helemaal niks met Sonic. Ik heb Sonic vandaag gesproken. Maar ik doe geen criminele dingen met hem. Ik heb hem vandaag zelfs aan jullie verraden. Nou, volgens mij heb je helemaal niemand aan ons verraden. Hey, helemaal wel. Ik heb vraag aan Tim. Ik heb hem zelfs erover gebeld. Nee, we gaan helemaal niks aan Tim vragen. Je hebt het niet met ons te doen. We hebben jou namelijk een tijdje gevolgd. We zijn het een en ander te weten gekomen. Je hebt ook meerdere malen een keer in Porto gezegd van politie komt er nu aan. Dus je geeft informatie over je werk aan andere mensen. Heb jij nou de kans om ons te vertellen wie die mensen zijn? En de enige met wie ik in Porto zit is Jaap Kuiper. Jaap Kuiper? Jaap Kuiper. Is dat is. Ik heb Jaap Kuiper vandaag aangehouden bij een fucking gijzeling. Bij gijzeling?
Nee, Jaap Kuipers, die heb ik geleerd toen. Die heeft zeg maar, mij geholpen met verhuizen naar deze stad. En ik weet, hij heeft een baan of zo bij bouwvakkers of zo. Dat weet ik. Daar is hij heel druk mee bezig. Vandaag was ik met hem chillen in de stad. En de bewaarder Sonic, die heeft hem een beetje zitten treiteren, heb ik gehoord. Dus we wouden op een gegeven moment waren we tegen de politie, heb ik allemaal meldingen gemaakt. Toen heb ik met Tim zitten bellen over dat waar Sonic de hele tijd was. Je klinkt een beetje zenuwachtig, Tom. Wat vind je het gek? Ik zit bij een overval en ineens komt DSI mij meenemen uit niets. Ja, ik vind het wel gek. Ik denk dat jij het niet zo gek vindt, want jij weet hartstikke goed wat je hebt gedaan. Er zit namelijk politieinformatie door te geven door die porto. En dat kan dan zijn aan Jaap Kuipers, boeit me eigenlijk niet aan wie het is. Jij weet al donders goed dat die informatie alleen voor de politie bestemd is. Welke politieinformatie heb ik doorgegeven? Nou, bij een van onze collega's heeft jou in de porto horen zeggen, politie komt er nu aan, ze komen je oppakken. Kom je oppakken? Wie heb ik moeten oppakken? Hey, kan je wel luisteren of zit je nou dom te doen? Nee, ik hoor wat jullie zeggen, maar ik kan me niet herinneren dat ik dat heb gezegd. Ja, ik heb met Jaap vandaag heb ik zitten kijken en op een gegeven moment toen zat ik in een auto en die stond met 3-4 agenten bij Blokkenpark. En toen kwam er nog een auto aanrijden. En toen pakte eentje taser. Dus ik zei, word je opgepakt, Jaap, word je opgepakt. Verder heb ik niks gezegd. Nee, dat is niet wat je hebt gezegd. We hebben hier ook bewijs van. Jij zegt, de politie komt eraan, je wordt zo opgepakt. Dat is wat jij zegt. Waar was dat? Nou, ik denk dat jij dat zelf heel goed weet. Ik denk ook niet dat het van toepassing is waar, maar vooral naar wie. Dus je mag even open boek gaan spelen. Nee, ik zweer het. Ik wil echt alles op tafel leggen, maar ik weet echt niet. Bij Sonic. Je beweert net Sonic pas vandaag te kennen. Nee, ik ken Sonic al wel langer. Hij staat ook in mijn telefoon. Ja, en je weet ook dat hij een corrupte agent is geweest bij ons? Ik wist niet eens dat hij agent was geweest. Ik wist wel dat hij in de onderwereld zat. Hij staat in mijn telefoon. Ik snap wat jullie bedoelen. Nee, kijk, dat staat anders. Sonic, die heeft de auto van zijn advocaat gestolen. Dat is die gouden, oranje waggie, weet ik veel wat voor auto het is. Ik was bij hem ingestapt, hij reed naar zijn appartement. Toen ging ik naar binnen, toen heb ik die auto gegaan en die heb ik op de stoep gezet bij Blokkenpark. En toen in de hoop dat die advocaat hem zou terugvinden. Ik heb niks tegen hem. Hij stapte dus in een auto waarvan je sowieso al weet dat hij gestolen is. Ja, ik heb hem gewoon netjes teruggebracht naar waar hij stond. Nee, ik heb Sonic jou zien afzetten in die auto op HB. In die auto? Nee, dat was niet Sonic, dat was Jaap. Ik klonk echt als Sonic. Sonic heeft een hogere stem. Jaap heeft een lage stem. Ja, ik denk dat dat verschil best makkelijk te horen is. Ja, ik zweer het, echt, ik zweer het. Oké. Okay. Even kijken hoor, want er zijn nog meer dingen waar we over willen spreken. Dat is niet één gebeurtenis waarom jij hier nu zit. Dat snap je zelf ook wel. Hey, als ik jou zeg, het dak van de parkeergarage, Blokkenpark. Mag ik daar niet staan? Heb afgesproken met iemand met een motor. Dat is Jaap. Had je hetzelfde mooie jasje aan als mij? Kun je dat herinneren? Nee, dat ben ik. Ja, ik had die jasje aan. Ja, dat zeg ik. Ja, dat was ik dus... had ik met Jaap afgesproken. Ja, en is het normaal dat Jaap iets van een soort kogel weer in het vest raakt in een bivakmuts? Ik? Of hij? Jaap. Jaap, bivakmuts, ik weet niet of die bivakmuts of een kogel weer in het vest had hij wel op. Hij heeft vroeger bij het leger gezeten, hij heeft trauma's. Dus hij heeft meestal een kogel weer in het vest aan. Oké, en die bivakmuts, hoe weet je die te verklaren? Ik wist niet eens dat hij een bivakmuts, sorry, daar heb ik echt niet op gelet. Ja, nee. Ik denk dat het toch vrij evident. Mag ik een advocaat? Ik heb mensen op heeft. Nou, jij mag straks een advocaat. We hebben jou eerst nog wat andere vragen te stellen. Maar gezien jij jezelf ook niet aan die eten houden, denk ik dat het ook niet super belangrijk is voor jou om op dit moment een advocaat in te schakelen. Wat zei je? Ik zeg, aangezien jij je eten hebt verbroken, heb jij op dit moment nog even geen recht op een advocaat. Zeker wel, elke burger heeft recht op een advocaat. Dat is een van de eerste dingen die je leert als burger, agent. Je bent namelijk een agent die zijn eten heeft verbroken. Dus dan hebben we het over een heel ander verhaal, meneer. Maar, vertel ons maar even wat jij op het dak hebt besproken met Jaap. Met Jaap? Ja, met Jaap.
Ik heb niks bijzonders met Jaap gesproken, gewoon bijgepraat. Je weet toch, we moeten ergens afspreken. Overal is druk, Sonic die... Oké, kijk, ik zal vertellen, ja. Oh, de reden waarom wij Sonic een beetje zaten te treiteren en waarom ik Jaap aan het doorting vertellen was als ik de politie voorbij zag rijden. Ik heb verder niks inhoudelijk gezegd, alleen dat de politie, op een gegeven moment was het wel duidelijk dat de politie achter me aan zat. Want toen kwam Sonic naar mij toe en zei, hey, haal die politie eens van mijn kontje af, jongen. Dat zei Sonic. Wat? Je stond op mijn B. Eerst op een B-klas, nou, haal je B-klas weg, begin meteen te lullen. De politie komt er nu aan, later lullen ook nog, zei je hier daar. Ik heb locaties gezien. Wat? Nee, je hoort hem toch of spreekt hij Chinees? Ja, maar ik kan me niet herinneren. Kijk, dus toen vanochtend, hoe noem je dat? Het Jaap, die kwam ergens in de middag of zo, ging hij geld pinnen. Hij had 2000 euro nodig, hij moest een nieuwe telefoon halen. En toen op weg daarvan, toen werd hij geript door, althans hij werd onder schot gehouden en dat werd gedaan door Sonic. Daarom waren wij een beetje aan het focussen op Sonic. Ik heb verder geen illegale dingen of zo gedaan. Ik heb niemand neergestoken, niemand neergeschoten, niemand omgelegd. Ik heb niemand pakvraag gegeven. Vriend, je bent een advocaat, een politieagent. Je hangt met criminelen en jij begint over, ik heb zelf geen dingen gedaan, niemand geschoten. Nee, dat lijkt me logisch, want dan zat je hier niet, dan zat je in de gevangenis. Maar wat je wel hebt gedaan is namelijk locaties en informatie van de politie doorgedeeld. En dat is hartstikke strafbaar. Dus ik weet ik heb alleen gezegd wat ik op straat heb kunnen zien. Ik heb verder geen informatie doorgezegd. Ik zat niet in Porto. Ik heb verder niks meegekregen. Maar vriend, wat denk jij dat het normaal is dat jij als agent mensen gaat helpen met informatie geven van de politie continu aan, terwijl je zelf een agent bent? Wij hebben nog een tijdje achter jullie aangereden, omdat wij Tonic wouden dat, helpen dat jullie met inboxen. Dat is de vraag niet. Je mag even antwoord geven op mijn vraag in plaats van eromheen draaien. Vind jij het normaal dat jij als een agent zijnde criminelen gaat helpen met wat dan ook? Ik weet niet dat ze crimineel zijn. Ik weet dat Sonic crimineel is, die heb ik niet geholpen. Ik heb Jaap, die heeft vanochtend gepint, heeft hij mij verteld. Hij is met 2000 euro weggegaan. Toen reed hij langs de bouwplaats en toen werd hij onder schot gehouden door Sonic. En toen is al zijn geld afgepakt en toen zei hij van, ja, toen moest, hoe noem je dat, Jaap moest verder lopen. En daarom ging ik met hem afspreken bij die parkeerplaats. Hij was in paniek en toen zei hij van, ja, we moeten nu doen en zo. En toen op een gegeven moment, toen schreeuwde zo'n jochie of zo bij Blokkenpark, die zei, hé, die gozer in die blauwe Lamborghini of wat het ook mocht zijn, Audi, die heeft een pistool. En toen kwamen jullie eraan en toen heb ik telkens meldingen voor jullie gemaakt. Dat moeten jullie vast kunnen bevestigen. Via 112 of andere meldingen, dat Sonic telkens rondom Blokkenpark was. Jullie hebben hem toen 3 keer bijna ingebokst. Verder, je mag me fouilleren en alles, hè. Ik heb echt niks gedaan verder. Luister, wij verdenken er toch niet van dat je iets hebt wat je niet hoort te hebben. Het feit waarvan wij jou van verdenken, hebben we nou al meerdere maanden. Hey boys, weer een auto buiten. Ja, Martin, hou de wacht buiten. Mag alsjeblieft mijn handen omlaag doen, dit wordt echt zwaar. Ik ga wel zitten. Ik ga wel zitten. Nee, jij gaat zo blijven zitten. Ik ben heel duidelijk. Kut. Wat is de status buiten? Is er niemand? Ja, hey, als voor. We hebben jou in ieder geval verteld wat jij mis hebt gedaan. Je hebt informatie verschaft van de politie. En daarbij heb jij in vrije tijd met criminelen gehangen waarvan jij wist dat hun criminelen zijn. Je mag dat ontkennen, vind ik prima. Wij weten beter. Ik heb het bewijs. Van dat Jaap jou hier naar de stad heeft gehaald. Je kent hem heel goed, dus jij weet hartstikke goed. Ik ken hem helemaal niet goed, ik spreek hem bijna nooit. Nou, is prima. Daarbij weet je ook dat Sonic een crimineel is. Je hebt daarbij in een auto gezeten die gestolen is. Daarmee ben je duidelijk afgezet op het HB. Heb je geen melding of niks over gemaakt. Dus volgens mij laat je hartstikke duidelijk. Je hebt recht op een advocaat, maar wij gaan jou dadelijk eerst even een huiszoeking geven. Aangezien je niet in bezit bent van een huis, gaan we al jouw auto's zoeken. Je bent verplicht deze auto's er één voor één uit te halen. En dus gaan we dus allemaal nachecken. Heb je voor de rest nog vragen aan ons? Wat zei je? Ik zei, heb jij voor de rest nog vragen aan ons? Nee. Oké, nou collega, boeien we af, dan gaan we meenemen. Hé, nee, geen zak over mijn kop, jongen. Hij zet die zak over zijn kop, inderdaad. Hé, jongen! Godverdomme.
Hoor, dit was echt het laatste wat ik had verwacht voor deze video, ouwe. Jezus. Ik wil dat de area veilig is, boys. Dus zorg dat het dat niemand hier... Ja, ik ga het voor te halen, toch? Yo. Is voor jullie. Dus je mag die zak even van je, ik ga die zak even van je kop afhalen. En dan ga je één voor één al je auto's uitbalen, ja? Maar het zijn er maar drie. Wat zijn? Het zijn er maar drie. Nou, dat gaan we daar even naar kijken op het systeem of er inderdaad maar drie zijn. Of ja, daar staan alle politieauto's ook tussen, maar ik kan, ja. Ja, dat is goed. Maar even kijken. Even die zak van zijn hoofd afhalen. Kan ik die ook losmaken? Maar ik heb een vraag, hè? Ik zou er aan denken als ik jou was om een verdachte beweging te maken, ja? Nee, nee, ik zweer. Ja? Vertel maar ik heb een vraag, hè? Jullie hebben mij nog niet aangehouden, dus... Kan ik nu gewoon weglopen, of...? Nee, tuurlijk niet. Maar ik ben nog niet aangehouden. Je bent nog niet aangehouden, je bent staande gehouden, maar... Volgens mij snap je heel goed, we zijn nu bezig met de huiszoeking. Ik weet niet wat dit voor domme vragen zijn, je bent zelf een agent. Moet ik anders gaan begeleiden naar die garage of kunnen we hier gewoon losmaken? Oké. Okay. Hallo, vraag je iets? Maak me maar los, ik kan zelf lopen. James, jij hebt een oogje in het zelfs. Deze man iets raars, dat mag je gewoon geweld gebruiken. Waar komen die auto? Waar is die poppetje? Ja, waar is die gozer? Die staat hier, in het huis. Oh. En denk er niet om met je auto weg te rijden als hij tevoorschijn komt. Want hier, dit is de eerste motor. Dus mag je even hier, bij mijn collega Rick, mag je even bij die collega achter die A6 gaan staan? Ik sta liever gewoon hier. Nee. Volgens mij niet. Volgens mij spreek ik Nederlands, dus ik ga bij die andere collega's staan, anders heb je een heel groot probleem. Oh, die ander. Oh nee, sorry, ik dacht dat dit de A6 was. Hij tackelt trouwens. Nee. Ja. Volgens mij heeft deze motor helemaal geen inventory, dus pak maar de volgende hoor. Kan je hem in de garage zetten? Nee, natuurlijk kan hij dat niet. Zijn auto. Pak je ja, volgende auto. Mag ik ze dan zo in de garage zetten? Anders ja, ben ik... straks. Ja, hier is die volgende pak. Dus even meneer Bal vast kan houden, hij doet te zenuwachtig. Nee, laat me los, jongen. Ik blijf toch gewoon staan. Nee, niet als je maar niet bij mijn auto gaat staan. Nee, dan mag je laatste voertuig eruit gaan halen. Ik denk, ik heb iets illegaals of zo. Ik heb echt nog nooit wat illegaals gedaan in deze stad. Mag je ze één voor één terug gaan zetten, Tom? Yo. Mag ik daar achterin zitten, maar niet alsjeblieft niet geboeid. Ik ga gewoon meewerken achter het jongen. Auw! Die zak over zijn hoofd. Nee jongen, alsjeblieft, nee, jongen. Ik ben hier bij deze beters wel aangehouden, wees corruptie. Je hebt het recht op een advocaat, je hebt het recht om te zwijgen. Alles wat je zegt kan en zal tegen worden gebruikt in de rechtszaak. En nee, je hebt recht op eten en drinken. Bij de auto plaatsen, aan mijn hand op je hoofd. Ik maak die agent helemaal gek. Ik ga zo'n stukje houden. Om met de lift of moet ik via de trap? Hey, ik wil mijn advocaat bellen. Je weet hoe het gaat, dus je weet ook dat je nog even moet wachten.
moet wachten. Ik laat nooit mensen wachten als ze een advocaat willen bellen. Ja, maar je wordt nu nog meegenomen naar een cel, dus. Oh mijn god, ouwe. Even je boeien losmaken. Oei, yo. Ja, de fuck is mijn uniform van de wachttrek? Hey Tom, ik ga je kleding uitdoen. Dus je mag zelf je kleding uitdoen. Nee, maar ja. Dan sta ik hier in mijn naki. Ik wil wel kleding van jullie krijgen, hè? Wat is er uit? Hé! Hey! Hoe doe ik die kop over iemand? Oh zo. Hé, hey, geef mij andere kleding, dit is koud. Ik zal jou even een nieuw setje geven. Hoe gaan we? Hoe moet ik dat doen? Oh. Geen, je haalt even de tijd, maar het is geen heel veel kleedfeestje. Je bent nu al 2 keer langs gegaan. Beetje verpakt. Oké, okay, doe rustig. Waar zit je broek? Benen. Hé, hier, fantastisch. Mag nu bellen? Jullie mogen meeluisteren, meekijken, alles. Ja, bel maar. Mag mijn telefoon? Ik weet niet wie je telefoon heeft afgenomen. Die zit in mijn linker broekvakje en die kleding die ik net aan jullie heb gegeven. Pak even die telefoon uit je broekzak. Koulo zo, jongen. Ik ben gewoon gepakt en dit was niet eens terecht in mijn idee. Nou, die kleding ligt. Ja, nou ja, even doen. Hier, telefoon. Oh, dank u wel. Godverdomme. Even kijken, luidspreker. Mick. Met advocaat Paneren. Hé, hey, kan je me helpen, man? Die agent heeft mij ineens meegenomen voor saus. Wat is er gebeurd? Ja, ze zeggen dat ik corrupt ben of zo, maar dat is echt helemaal niks waar van. Ben je bij het HB? Ik weet niet waar ik ben, man. Ik ben bij HB, toch? Meneer agent? Ja, klopt. Ja, ik ben bij HB. Hoe lang heb je die geweest? Nou, weet ik veel. Je hebt een zak over mijn hoofd gedaan. Weet ik veel waar ik ben. Ja, die zak is toch af? Ja, dan kan ik toch overal zijn in elk bureau, yo. Kan ik toch in elk bureau zijn? Ja, vriend, denk je dat je die niet herkent na al die jaren? Ja, ik herken het hier ook wel, maar ik herken die DSI-wees ook wel. Er zijn zoveel dingen hier, weet ik veel waar ik ben. Ja, ik herken die DSI. DSI-wees. Dat is knap. Oh, dat is knap. Ja, dat kan. Je weet, hadden jullie ook toch wel AT-wees, weet ik veel. Hoe weet jij van die zogenaamde DSI-base af dan? Hebben jullie mij een keer mee naartoe genomen? Nee. Hm? Maar hoe zit het met die advocaat? Komt hij hierheen of? Hij komt hierheen. Verder beroep ik mij op mijn zwijgrecht aangezien jullie toch doen wat jullie zelf willen. Dan mag je lekker je eens aan de muur gaan kijken. Koekleus. Ja, ga maar weg. Mag ik zeker doen. Godverdomme man. Deze... Koulo ding. Ah, what the fuck. Ik ga naar een winkel overval. Hij wordt gewoon aangehouden vanwege corruptie. Maar eerst zet ze nog 10 minuten of een kwartier ergens anders neer. Het gaat zo nergens over. Yes, mag je even omdraaien tegen de muur of zo? Gaan we even naar hey, ik kan gaan. Gewoon meelopen. Ik heb niks bij me. Je hebt me al gefouilleerd en alles. Oké, loop maar mee. Kom. Dus ga hier maar even zitten. Je advocaat komt er zo aan. Godverdomme. Hé, ik wil water en brood. Nee, mag je even rustig aan doen. Als je iets wil, mag je het ook gewoon op een normale manier vragen. Ja, nou, ik werd toch ook niet op een normale manier meegenomen? Nou, volgens mij is dat gewoon een normale manier gezien om te gewoon een normale manier. Ik word geboeid, ik word zak over mijn kop gedaan, ik moet 10 minuten op mijn knieën gaan staan, alsof jullie koning zijn. Zo, wat met z'n vier dan? Mikko, ik ben helemaal gestrest hier. Wat is er gebeurd? Vertel.
Kijk, ik was vanmiddag gewoon met Jaap aan het chillen. Dat is een mattie van mij. Die zit al even lang in de stad als mij. En toen vertelde hij dat hij in de ochtend was overvallen door Sonic. Ja. En Sonic die reed in een blauwe auto en die was wapengevaarlijk. De politie zat er achter hem aan. Dus ik was een beetje... Maar de politie lukte het niet alleen of zo. Ik weet niet, hij kwam er telkens tussenuit. Dus wij hadden bedacht dat wij onze auto er een beetje tussen gooien, zeg maar. Of een beetje ja, achter hem aanrijden om een beetje te pushen, zodat ze hem kunnen inboxen. Dus ik heb de hele tijd meldingen gemaakt voor de politie. Ik heb zelfs met collega Tim gebeld. En ik was met Jaap in de porto aan het communiceren van... Ja, politie komt er nu aan en die gaan hem dan proberen in te boksen. We hebben zelfs nog een keer meegeholpen met inboksen. Maar uiteindelijk is hij toch op de vlucht gekomen. En verder... Jaap was overvallen met 2000 euro. Hij moest een nieuwe telefoon kopen en wou die cash betalen. Heeft hij mij verteld. Ja. Dus hij is voor 2000 euro overvallen. Dus ik zei, ja, dan helpen we ze een handje, weet je. We gaan onszelf niet in levensgevaar helpen, maar we gaan gewoon een beetje pushen, snap je. Hij rijdt ook voor ons weg. Dus dat heb ik toen gedaan. Alleen nu ineens, toen hadden we een paar meldingen en op een gegeven moment bij winkeloverval komt TSI eraan. Die neemt mij mee. Dan vergeet ze mijn gordel vast te doen, hè. Dan moest ik zelf om vragen. Mm-hmm. En daarna brengen ze naar een of andere kelder. Daar heb ik 10 minuten tot een kwartier op mijn knieën met mijn handen in mijn nek moeten zitten. Omdat zij dat zo graag wouden vragen wouden stellen. Toen werd er weer een zak over mijn hoofd gedaan en een handboeien omgedaan. Toen moesten we naar een garage toe, terwijl ze mijn voertuigen doorzoeken. Toen vroeg ik aan ze, ben ik aangehouden? Ze zeiden, nee, je bent nog niet aangehouden. Dus ik wil Loes toezetten. Maar zij zeggen, nee, dat kan je niet doen, want dan heb je problemen en alles. Terwijl ze hebben mij niet aangehouden, hè. Ze hebben geen reden gegeven. Ze hebben niks gezegd, ze hebben geen rechten verteld, helemaal niks. Terwijl ze me gewoon hebben ondervraagd daar in die kelder. Daarnaast namen ze me daarna mee, moest weer die zak erover handboeien om. Toen gingen ze al mijn auto's doorzoeken. En daarna gewoon weer zak erom, handboeien en alles. En toen brachten ze me hierheen. Toen zeiden ze dat ik me moest gaan uitkleden. En toen moest ik deze kleding aandoen. Bro, ik word helemaal gek hier, dit staat helemaal nergens op. Eens even kijken, ik heb vooral een paar dingetjes meegeschreven natuurlijk. En ik wil water en brood, ik heb honger. Ja, dat regelen we zo gelijk. Ik heb een klein beetje meegeschreven. Dus ze hadden je niet aangehouden? Nee, ze zeiden expliciet. Ja, ze hebben me in de boeien geslagen, ze hebben me vervoerd en alles onder schot gehouden. En toen vroeg ik bij die garage, het waren bij boten of zo, ik denk haven of zo. Toen vroeg ik van, ben ik aangehouden? Toen zeiden ze, nee, je bent alleen maar staande gehouden. Maar toch kreeg ik handboeien om, ben ik 2 keer vervoerd. Ben ik een kwartier tot 10 minuten ben ik in een kelder of zo gezet. Ik weet niet hoor, maar als ik iemand ging aanhouden, werd ik helemaal... Dan zette ik hem helemaal niet in een kelder, ging ik een kwartier ondervragen. Ik vroeg, mag ik mijn advocaat? Hij zei, nee, ik krijg mijn advocaat als we klaar zijn met dit gesprek en je auto's hebben doorzocht. Wordt helemaal gek hier. Verder, ze zeggen dat Sonic mij hier heeft afgezet. Sonic heeft mij hier helemaal niet afgezet. Die had de auto van zijn advocaat. Ja, maar oké, even tussen ons, hè. Mm-hmm. Hij en ik. Sonic, die had de auto van zijn advocaat gestolen. En toen had ik hem afgepakt van hem, die had ik bij Blokkenpark neergezet. Toen had Jaap die auto gepakt, die had mij bij het bureau afgezet en die heeft daarna die auto teruggezet. Maar nu denkt de politie dat Sonic mij bij het bureau heeft afgezet, omdat hij die auto had gehad. Ja. Dus daar gaat iets fout, weet je. Ze zeggen Jaap is crimineel, maar daar weet ik er helemaal niks van. En ze denken nu dat jij van dat alles af wist. Ja. Ze zeiden ja, en je bent corrupt, je hebt politieinformatie gegeven. Ik zeg politieinformatie, ik heb letterlijk gezegd dat de politie voorbij rijdt. En Sonic die zei tegen mij, hey Tom, haal die politie eens van mijn kontje af. Dus dan denk ik, die politie die zoekt Sony. Dus toen zijn we een beetje gaan kijken. Toen zei ik telkens tegen ja, politie komt eraan qua, ze gaan weer achter Sonic aan. En nu denken zij dat ik Jaap of zo heb helpen ontwikkelen. Ik heb geen idee man, ik word helemaal para hier. Jongen. Zo kunnen beter gewoon zelf vertellen met u erbij. Of met jou erbij. Het enige wat ze mij nou hebben verteld is dat je wordt verdacht van corruptie. En ze mogen me alle bewijzen laten zien wat mij betreft, want ze hebben mij niks laten zien.
Ze zeggen dat ze bewijs hebben. En daar zeggen meer, van meerdere vormen corruptie. Dus dat gaan we zeker inzien. Eens even kijken. Wat ik nou vooral heb opgeschreven. Een beetje keywords, zeg maar. Zodat je niet bent aangehouden, maar dat dat wel allemaal gebeurd is. Geboeid, gehoord, dat soort dingen. Ik ben zo onder schot gehouden door DSD. Bij een winkeloverval. Hè? Dus dat was echt een noodsituatie. Precies. Ik ben onder schot gehouden, ik ben in mijn handboeien geslagen, dus een zak over mijn hoofd gegaan. Daarna reden ze 200 tot 500 meter weg, toen zei ik van, we hebben geen gordel omgedaan. Gingen ze mijn gordel daarna nog omdoen, dus daar waren ze wel echt te laat mee. Er zijn mij nu nog steeds geen rechten verteld. Er zijn mij geen rechten verteld. Er is alleen gezegd, je bent aangehouden voor corruptie, toen we eenmaal bij het bureau ongeveer aankwamen. En... Ja. Maar geen rechten verteld. Ze hebben me dus ze hebben me 3 keer vervoerd met handboeien en alles erbij. Terwijl ze pas bij de 3rd keer zeiden dat ze je bent aangehouden. Ze zeggen je bent staande gehouden, ze nemen me gewoon mee, jongen. Dan zeggen ze dat ik corrupt ben. Ze vertelt hoor. En toen gaven ze me gare kleding of zo. Ik moest kijk wat ik nu aan heb. Vind je dit normale kleding? Ik vind het een beetje schaars. Je hebt niet eens schoenen. Want dan was hier iedereen zo ziek is oplopen. Ja, ze zeiden hier heb je kleding. Even kijken hoor. Kies maar wat leuks uit. Maar zoveel keuze was er niet. Even kijken. Maar ze moeten niet te lang wachten met dat broodje. Want dan ga ik flauw vallen, denk ik. Ik denk dat we wel genoeg informatie hebben opgeschreven, dus gaan we eens even kijken en gelijk brood en water regelen. Ja. Hallo, kom maar binnen.